mi ye wantolio o mi habibio tokolo mayando mi owa tokolo mayando mati de mi ye wantolio mi habibie tokolo mayando mi owa mi owa tokolo mayando ke manfo akwasa na o tokolo mayando mi owa tokolo mayando mi ye wantolio mi habibio tokolo mayando basi akingo kwasa na e tokolo mayando mi ha tokolo mayando mi ha tokolo mayando ye wantole mi habibio tokolo mayando mi ha tokolo mayando takia kingo kwasa na o tokolo mayando mi ha tokolo mayando mi ye wantole mi habibie tokolo mayando mi ha op dinsdag 27 februari 1973 werd de eerste vakbondsleider van Maroon afkomst, Yowini Ronald Ketty Abaisa, koelbloedig vermoord door de politie, door de staat Suriname, op de hoek van de Gravenstraat, thans Henk Aronstraat, en de Noorderkerkstraat. Al in 1972 ontstonden massale arbeiders- en studentenstakingen in Paramaribo. Studenten gingen ook massaal de straat op om te protesteren. Bij een van deze acties werd ik samen met onder andere Bram Beer opgepakt en samen met een aantal andere mensen die om heel andere redenen waren opgepakt, opgesloten in één ruimte op het toenmalige hoofdbureau van politie aan de waterkant. Ik werd na een week weer vrijgelaten, maar Bram Beer, die veel bekender was dan ik, werd langer vastgehouden. Aan deze grote stakingen hebben de Maroon-arbeiders in Paramaribo ook massaal aan deelgenomen. Om de stakingen te beteugelen, stelde de premier Dr. Sjoerd Setny en zijn regering een samenscholingsverbod in. De regering gaf daarbij volmacht aan de politie om zonder enige consideratie te schieten op betogers en mensen die deelnamen aan samenscholing. De politie had hiermee vrijbrief om naar eigen dunkt te bepalen en om te schieten op burgers, ook als er geenszins sprake was van overtreding van het door de regering Setny ingestelde verbod. Tussen midden januari en midden februari 1973 werd door de politie op verschillende momenten op twee onschuldige Marons, Galoni Marius Babo en Amasse Roel Kinsaini, geschoten, waardoor zij in het ziekenhuis moesten worden behandeld aan hun verwondingen. Zelfs bij het neerschieten van de tweede Maron, Amasse Roel Kinsaini, merkten wij dat dit echter niet voldoende was voor de vakbonden in Suriname, die voor het grootste deel uit niet-Marons bestond, om hiervoor ook massaal de straat op te gaan. Wij Marons voelden ons hierdoor weer eens in de steek gelaten. Tegen elk verbod in kwam de Maron-gemeenschap in Paramaribo onder leiding van René Varnold en mij in actie. Wij organiseerden toen in het holst van de nacht een geheime bijeenkomst die goed bezocht werd door leden
van de verschillende Maron-gemeenschappen. Diezelfde nacht stuurden wij een telegram naar gouverneur Dr. Johan Ferrier, premier Dr. Jules Setny en procureur-generaal meester Maurice de Miranda met de boodschap dat wij de volgende morgen een petitie kwamen overhandigen. Ook stuurden wij een telegram aan de toenmalige districtscommissaris van Paramaribo, meester Frits Barend, om toestemming te vragen voor een optocht om de petities aan te bieden. Rond 9:00 de volgende ochtend vulden wij in één oogwink, voordat de politie doorhad dat het samenscholingsverbod werd geschonden, het Oranjeplein, thans Onafhankelijkheidsplein, op. Op het moment toen de politie naar ons toe rende om in te grijpen, verscheen districtscommissaris Barend met zijn toestemmingsbrief, die hij ons persoonlijk overhandigde. Ook gouverneur Ferrier had opdracht gegeven aan de MP, de militaire politie, om ons in bescherming te nemen, wat zij ook deden. De MP's kwamen om ons heen staan. Een kleinere delegatie, met mij als woordvoerder, mocht de petitie gaan aanbieden aan gouverneur Ferrier en vervolgens aan premier Setny en procureur-generaal Maurits de Miranda. In de petitie werd de regering opgeroepen om het mandaat zonder enige consideratie te schieten dat zij aan de politie had gegeven en waardoor al 2 onschuldige Marons waren neergeschoten, onmiddellijk in te trekken. Anders zou de Marongemeenschap, als wij uiterlijk de volgende dag om 12:00 middags geen antwoord kregen, geen andere keus hebben dan zichzelf te verdedigen. Gouverneur Ferrier en premier Setny beloofden er werk van te maken. Procureur-generaal Maurits de Miranda daarentegen koos voor een harde confrontatie. Op ferme toon bedreigde hij ons te zullen laten neerschieten als wij het samenscholingsverbod zouden negeren. Wij raakten zeer verhit. Als leider van de groep diende ik hem van repliek door te zeggen: PG, wij zijn nakomelingen van vrijheidsstrijders. Ik kan u zeggen dat wij ons niet als lam zullen laten slachten. Wij hebben dus geen andere keus dan ons te gaan beraden hoe onszelf te verdedigen. Zijn slotreactie was: ik kan jullie niet al laten opsluiten. Wij waren zeer boos en vertrokken uit zijn kantoor. Toen wij de volgende dag om 12:00 middags merkten dat er van de kant van de regering toch geen stappen was ondernomen, hebben wij weer een drukbezochte vergadering georganiseerd. Wij besloten geëigende maatregelen te treffen ter verdediging van onszelf. Meneer de heren, de opa-vergadering, en ik denk zeker dat allen via de denomen, hoe de spanning en haar kiezen komt, want als de dan op het jaar van petitie gaan naar gouverneur, naar premier, naar PG, en naar in haar petitie, we beschrijven duidelijk alles aan het staan, en we beginnen met een ultimatum. En tegen ons dat doen, dat we sneller zijn kombakken naar Wang voor de praxerie nu. Zang, dan ook wat doen. En de bepramissie om te doen. Maar die de mantel,
Mi probeer mi bel gouverneur op, mi noma kisien. Mi bel premier op, mi noma kisien. Mi bel PG op, mi noma kisien. Plus den betek uw adres op, not no kwijnse. De sami kataidi wi antwoord u no kisi. En dat want ik nou utnapu men to men. Want sami taidi unu. U beskrif in a brief di masra lanti. Taki tede no kangare ya kerta pa brifi efu de no kanchara mandi be sutu gona scout gona krutu dan bus nengro kombe el karbaka en fu jube du dati en de nogi antwo tapa brifi fuwi fu sao be du dat want de wansi sao man en tewi no sori dan bus nengre na fu du no el spraak moro dus of wo tek wambo sloit me du wambo rup tapu wi taki tewo teke amu de wansan diu sa du fude amu abi fele fu teibi iten madame ye duwan borup tapu ala tak tewe taki umus praxer bu sawe taki en sandianu at fu du ek bus nengre dan unom tiar ala sani opele kwa dorosei eit pra diu kan du dati na geheim wat dat we kijk geheim bespreken. Dus dan jou gieden, kom mensen let voor je voorsje woord, meke de voer, meke de taki dus, sanne abi, en baka dati, dan msa giwa woord toe, suma wan tak wansa meke taki, en dat we tek wan besluit. Dus dan jou gieden woord, eventjes, na masra, van trouw. We masra pakusi taki aan kika, Duko SD by 1. No, he will be talking over the beefy du chago da gama. This Sunday will be buta a beef dendu. Will be that day. One time for 1x24 now musu ye. Anime under the sun may and the bus nenge nane do may ba discount to suti A1 suti A2. There's no one half of us nenge a suti ma tanta bus nenge bu hekai mo. A dede di de wasabi seker. Ma e a dede se toko da bu fen kai ade kuma fabi de mo ya academic sickness. E de abi suti bus nenge de abi ye bus nenge tongo a dis ai you foto aki se. Sensi di uta waka a foto aki. O men ton de ta ye bus nenge tongo a foto mwa ya. Bene yata yeri da si de astati no ma yata yeri de tongo. Ma di si de ye u tongo a ite anki no so niwe du mei. So niwe peta u. En di so ni peta u henda. Andi bus nenge du mei ba de sutien. Bene 1x24 u musu yei be de ondo sukwen da u. Watak da de andi wodu ma ubutai bi fita. Te wa yei boskopu. No wo to na ka u se kosindo fu taki. Andi wodu. Dus dis on di wodu. Mesa bien. Mesa andi wodu. Dis on di fudu musu kumutu wa lanti sei. Ma dis on di lanti keu. Mi duda de adiseu dis on yaki. No bede takienda u. No usadue. Ma wason no utabegi. No womi musu dei musu wa degiati. Degiati etame hi womi de womi. Degiati etame womi amoni. Degiati tame womi akoni. Da de mesa taki da lanti no no andi fudu. Ma ude tapu akide si ki seme de mener pakusi kayaki. Seme adi au dendo akidi ta fe ta yodi ay wosno inaki do de itasi kwa utno yo fe u hopo kwa ude chaigo. E ya mano na bigi wante. Da de udisa da lanti. Ntaki do de ufa. Moro fara. Nega word to na masra Raffenberg. Alem buga ansama. Full to da def tagi. U no du sao ben tagi. U be pot 24 euro. Dat a wan etang a wan deif de mano pikwi da u sa sori u srefi. Ve a 24 euro a pasa de no pikwi. But that make we call to the baka for we tag we shall we do. The woman said that our fail if they saw doing the anadigati. Now one libby if one did it,
and that wants my abi. You know the tutong? You know the tutong. Bora fara misa ja wortu na masra asongi. De bigi brada fu wenga denga nshama. Leti fa den bala taki kaba. Minabu wanyuwa. Matianga fa ushido ya. Da na sefi. Fa obe de ta ishide. Ne ode ti deite. Fa obe de ishide. Ne ode ti deite. Da fa uko ya. Ubegi uga antangi. Taki sa ufende. Fupoti giwi dibego. Leti fa demande taki. Aswatantu. Da fa ukayi uya. Da na omu giwi taki sa umudu. Da ujanga haka akitifuwi. Teso fara mishitopude. Eno misagia wadu na masra molin. Lanti uyefa denga hasa mataki. We aswade tu. Efu ufikasani ya. Taki we waedumo. Ube pocha enyabifi taki we. Efu wa ye wanfa. Wokayu sefi wokomite dia wambaka. Fufiti fa umudu. Fukang. Fusa. Fende wan buli bi anya konde ya. Wanga den pikin fu. Na alibi fuwi. Afasfa udia ni foto ya so a fiti. A abu sef sef. Dey fu dey na businenge na mo bulwe kaya doti. Nekiti neke ne zaste. Abu sinenge bulu kaya doti. Nekiti driye sefite. Abu sinenge bulu kaya doti. We una met. Deza yonti uso namo. Neshu kao kumbaka tide. Wafende wanki sani. Wayena wambo skopu fude mandi ube chai den bifi gogi. Atendi ube poti. Apasa langate. Da fao mudu. Fawa mudu. Lanti muso ou. Ma wani begi denga wandi jao mindi yaso. Epu den sabi wafafudu. Meke di atake alanti ya. Masa pakuso be take nkaba. Bolo. Mene hera. Uyere san den. Komensi let maf mi taki. Emye duwambo rupta pulu. Taki abos loy diwo teki lek bus nengre. Amus de wansan diw sa du. Fudi amwabi fele fufute ibi iten. De mai aksif om skorsa verkaderen even. Des meer skorsa verkaderen 5 minuut. Da u prakseran a usrefi luku. Mene heren. Ube skorsa verkaderen 5 minuut. Maar nou mi seka de tenga 20 minuut srefi. Da desuma dibe gwase ise imbe seke omen kurup bentinapu. Fudate de, pa Jacob, meta kontak sang en kurup taigen fo taki. Wasan di ude ya, meko utaki na ino wan toko inyo ude ya. Sa denga ansa mafui, na ube sabi, nyo ukonka ya ini afutide. Bikaji ube kong, na wan sautu ukonsuku, anga wan sopu, wanka asinaoli. Ma no, paude, sadenga ansa mafugo ya anda na wantoko, neepa sanga uya. We, wamukosuku wantoko ya, kudenga ansa mafugo mbali afundo, guma amiki utu. La, unabi enkoni, mameke mtagi de manfui, ala den, pikinanga bigi, taki ujainu wantoko. Daji ujainu wantoko ini kabatu, unoluku bakamolo, umuluku piogo. Wij namen maatregelen die vergaande gevolgen zouden hebben gehad voor de samenleving als deze toen ten uitvoer waren gebracht. In ieder geval zou het dan niet tot 1986 geduurd hebben voordat een gewapend conflict tegen een regime was uitgebroken. Terwijl wij bezig waren de laatste voorbereidingen hiertoe te treffen, deed een oudere broer van een van de slachtoffers een zeer kwetsende uitspraak naar ons toe, waardoor uiteindelijk besloten werd om de actie af te blazen.
Wij spraken daarbij met elkaar af dat geen Maron meer verder actief zou deelnemen aan de staking die nog gaande was. Met een plengoffer lieten wij aan de voorouders weten dat wij de actie waarvoor wij hen hadden aangeroepen afbliezen. Maar een week daarna heeft Yowini Abaisa, die leider was van de vakbond van de veldarbeiders bij de GMD, Geologische Mijnbouwkundige Dienst, toch een groep arbeiders werkzaam bij de GMD en BWKW, Bureau Waterkrachtwerken, bij elkaar weten te brengen om een protestmars te houden. Yowini Abaisa kon het niet verkroppen dat de geplande actie van de Marons niet meer doorging. Dat Yowini Abaisa toch een manier zou vinden om desnoods in zijn eentje een actie te ondernemen, was niet verbazend. Toen het besluit genomen was om de actie op te blazen, zei hij het volgende. Dat pauwde is dat ook als je baboki. Nou, dat is zo. Dat amma de bedrijf doof ik aan de kaima fishi. Nou, dat is zo. Dat attaki changama wolo. Nato. Chasa de fulo. Nou, dat is zo. Changama wolo, chasa de fulo. Nato. Dat je panda gabaram sabi de kaitje echen. Dat je gama is afstands aan sabi dan en fin. Zo dat pauwde lokomotoya. Nato. Fugwe. Nato. Abi fisai lo belo na lete so aso ta bi aso aka we ni o belo ka ba ya be gumo na na ne di kode ruku na lete so angara de lo ma de belo we piti ruku baka na so ne ne pita ki mu gwa da safi baka na lete da na inini na to be ko baka sa na na lete ko te ke sa o ti abi do a pa shine be te ka ne da ba na lete so we ne e ke ti de na to ne o pita ka wi pi baka sha mi je de baka na lete so da ara ne gandi fi u na to di be di don na to Opo be luku go ta pe big masa ga rugi na lete so da ara uda etapu be na to da fiti u mate ko ete Ondanks waarschuwingen van de stakingsleiding om niet de straat op te gaan, vertrok vanuit het gebouw van de CRO, Centrale van Landsdienaren Organisaties, op dinsdag 27 februari 1973 onder leiding van Yowini Abaisa de door hem samengebrachte groep veldarbeiders van de GMD en de BWKW. Zij gingen op weg naar het ministerie van Opbouw, thans ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Energie, NHE, om een gesprek aan te vragen met de toenmalige minister van dit departement, dokter-ingenieur Frank Essert. Het was ongeveer 10:00 's morgens als ik de Surinaamse bank aan de Gravenstraat, thans Henk Aronstraat, verliet en een groep betogers zag aankomen vanuit de richting van Slanshospitaal. Ik ging langs de berm op het pleintje voor de Surinaamse bank aan de kant van de straat staan. Het bleken de leden te zijn van de vakbonden van veldarbeiders bij de GMD en de BWKW. Ik zag in de groep Yowini Abaisa vooraan lopen, geflankeerd door Paulus Dansiman
en Makater Pinas. De groep bestond uit zeker 50 mannen. De groep passeerde mee. De voorste rij liep al ter hoogte van de kathedraal. Vlak voor het gebouw tussen de Hendrikschool en de Surinaamse bank stopten twee politiebusjes. De agenten stapten uit en begonnen van achteren op de betogers te schieten. Ik zag Jovini Abaisa, die al bij de kathedraal was, plotseling met beide handen omhoog geheven teruglopen naar de politie, terwijl hij riep: "Waarom schieten jullie op ons? Wij komen alleen op voor onze arbeidsrechten." Ik zag een politieman uit een van de politiebussen stappen. Hij positioneerde zichzelf voor de anderen met één knie op de grond en richtte zijn geweer op Jovini Abaisa. Er klonk een geweerschot. Ik zag Jovini Abaisa in één klap, enkele meters voor de hoek van de Noorderkerkstraat, voorovervallen op zijn buik met zijn gezicht op het asfalt. Het drong toen nog niet tot mij door dat hij doodgeschoten was. Ik was namelijk in de veronderstelling dat de politie met kruid en niet met echte kogels schoot. Echter, Jovini bleef roerloos liggen. De rest van de groep liep gewoon door. Jovini had tijdens de mars steeds tegen de groep geroepen dat, wat er ook gebeurde, zij niet naar achteren moesten omkijken, maar gewoon moesten doorlopen. Paulus Dansimang was de enige die terugliep en samen liepen we naar Jovini, terwijl de politie tegen ons schreeuwde dat wij weg moesten gaan, anders zouden ze ons ook neerschieten. Maar zij konden ons niet tegenhouden. En wij tilden het hoofd van Jovini eventjes op. Jovini leefde niet meer. Hij was door het schot op slag dood. Paulus Dansimang riep tegen de politie: "Dit is moord. Wat hebben wij misdaan? Hebben wij Bushinenge ook geen rechten in dit land?" Ik hield de hand vast van Dansimang en trok hen met mij mee. De rest van de groep stond op de hoek van de Gravenstraat, Tanzink Aronstraat, en de Watermolenstraat, vlak voor boekhandel De Hoeksteen. Dansimang en ik liepen hen tegemoet en wij vertelden hen dat Abaisa dood was. Op datzelfde moment liep een Creoolse man, die ook bij Jovini's lijk was gaan kijken, op ons af en wreef met zijn hand over de hand van Makater Pinas. Hij besmeurde de hand van Makater met het bloed van Jovini Abaisa, zeggend: "Luka Bruduja, dendi di brikira Abaisa, de meke brudu fadon." Op dat moment brak de hel los. Paulus Dansimang en ik hadden de grootste moeite om de groep tot bedaren te brengen. Zij wilden de politie te lijf gaan. Maar Paulus en ik vonden dat geen goed idee. In die situatie, ongewapend de confrontatie aangaan met de politie, zou een zelfmoordactie zijn. Het lukte ons uiteindelijk de groep tot bedaren te brengen en iedereen keerde huiswaarts.
Later pakte ik de bus naar Parapassi, pad van Wanica, en stapte uit bij de Ranjansinweg, waar Jovini woonde. Ik wilde samen met de omwonenden zijn vrouw het droevige bericht brengen. Toen ik daar aankwam, bleek dat het bericht haar al had bereikt. Het huis zat al vol met mensen die huilden en jammerden. Jovini Abaisa is er niet meer. Een week ervoor zat ik nog in dit huis om hem te interviewen. Een paar weken of zelfs maanden na zijn dood werd ik benaderd door Jack Pinas van de CLO. Hij nam het initiatief om een gedenknaald te ontwerpen en te laten maken ter nagedachtenis aan Jovini Abaisa. Jack Pinas besprak zijn idee met Dobro, Robin Raveles en mij en wij ondersteunden hem daarin. Jack Pinas liet de gedenknaald maken door Dorsons constructiebedrijf aan de Nieuw Bergevondenweg te Paramaribo. Naast een tekst uit het gedicht Abaisa Jovini van Dobro, Abaisa Jovini Jubrudu Belong Fuwasis Ranangrong, 27-273, is de gedenknaald ook voorzien van een commanditekst die ik in het Afaka heb geschreven. Odung Nsigasie. Ik ben daartoe bereid. Naar een uitspraak van Jovini Abaisa. Als ik door voortzetting van de strijd van onze voorouders voor lotsverbetering ook dood moet, dan ben ik daartoe bereid. De gedenknaald werd tenslotte geplaatst op de plek aan de Gravenstraat waar Jovini Abaisa werd vermoord. De volgende dag echter haalde de politie de gedenknaald weg. In die tijd was al een nieuwe regering aan de macht, de NPK, Nationale Partijen Combinatie, onder leiding van Henk Aron. Zowel in de regering als in het parlement zaten mede-vakbondsleiders en medestrijders van Jovini Abaisa. Toch hebben zij er niet voor gezorgd dat de gedenknaald van deze verzetsheld op de plek kon blijven waar hij vanwege zijn vakbondstrijd vermoord werd. Laat staan dat de Gravenstraat naar hem werd vernoemd. Sindsdien staat de gedenknaald voor deze verzetstrijder Jovini Abaisa verscholen achter het standbeeld Kwaku op de hoek van de Dr. Sofie Redmondstraat en de Zwarte Hovenbrugstraat. Het is nog niet eens een eeuw geleden dat Jovini Ronald Kitty Abaisa voor de vakbondstrijd zijn leven liet. En toch dreigt deze verzetsheld nu al in de vergetelheid te raken. Terwijl hij vanaf 1973 het symbool is van de Surinaamse onverzettelijkheid in de strijd tegen onrecht. Geen van de opeenvolgende regeringen en vakbondsleiders tot nu toe hebben er werk van gemaakt om de gedenknaald te verplaatsen naar de plek waar het hoort te staan. Hoek Gravenstraat, thans Henk Aronstraat en Noorderkerkstraat. Het is hoogst tijd dat deze verzetsheld, Jovini Ronald Kitty Abaisa, uit de vergetelheid wordt gehaald door zijn gedenknaald te plaatsen op de plek
waar hij werd doodgeschoten door de Surinaamse politie. Door de staat Suriname dus. En dat is Hoek Henk Aronstraat, Noorderkerkstraat. En aangezien de Gravenstraat al vernoemd is naar een andere groot Surinamer, Henk Aron, zou men tenminste het plein voor de Surinaamse bank en de kathedraal kunnen vernoemen naar Jowini Abaisa. Jowini Abaisa plein. Ik roep tenslotte vooral de jongeren op om ervoor te zorgen dat deze verzetsheld, Jowini Abaisa, niet in de vergetelheid raakt. En ook om de fakkel van verzetshelden als Jowini Abaisa over te nemen en te blijven strijden tegen onrecht, wanorde, wantoestanden, uitbuiting, verloedering, de uitverkoop van het land, het bedriegen van het volk, te vechten tegen elke vorm van onderdrukking. Laat het zijn zoals Dobro in zijn gedicht voor Abaisa zegt. Abaisa, you winning. You are winning, brother Abaisa. Abramisi dizi musu kontru. We shall make you sabi nangana fringi fu brumchi na tapuna strati pe you fadong. One day we shall praxeri fana feti ben happy. Faden fei anti fu rokoman ben pruberi nyunka tibo. We shall memory na day. We shall memory na day di you, brother Abaisa. Ben fadom, en je broed ben long, fu wasis ranan grom. Abai man ben ebi, je libi ben pichi fu di opia nyanyan. Ma yo wini, Abaisa, abramisi dati vi ala deji. Abaisa yo wini, you o wini, Abaisa. Dekati koni nanga pasensi, kamek furu kontru. No mek tem prakseri tachi, konta bu you. Kom nosa tapu witu.